Michael Tijdboom Boapé hier zo. 4 november neem ik de winst mee omdat ik simpelweg risico's durf te nemen. Hoos. Goedendag iedereen, Donovan van de Dream Chaser is hier. Zaterdag 4 november ga ik winnen van Michael Boapé omdat ik simpelweg gewoon de beste ben. Hoos. Welkom dames en heren, welkom bij de eerste aflevering van Warrior Clash. En wat is Warrior Clash? Nou, we hebben 2 van de beste vechters op dit moment hier straks aan tafel. En zij gaan het verbaal uitvechten. Kijken wie de eerste tik uit kan delen in aanloop van Collision 6. Ik ga ze even voorstellen. De eerste vechter die ik naar voren haal is Michael Boapé. Pea, Michael Boapea, hoe is het? Rustig, rustig man. Je ziet er heel relaxed uit. Ja toch, chill. Je bent ook niet nerveus omdat Donovan hier in de buurt is? Zeker niet. Nee? Nee toch. Oké, jij gaat hem uitdagen voor de wedstrijd op Collision 6. Klopt. 4 november aanstaande. We gaan er zo verder over praten. Ik ga natuurlijk de kampioen naar voren halen. Dat is Donovan Wisse. Donovan. Welkom, welkom bij Warrior Clash. Hoe voel jij je? Goed, goed, ontspannen. Ja, je ziet er ook relaxed uit, ontspannen. Ja. Voorbereiding goed? Ja, heel goed. Ik mag niet klagen. Nee, hè? Nee. Zeker? Oké, nee. Oké. Okay, okay. Ik zeg, laten we maar gaan beginnen met de eerste vragen. Michael, je bent hier. Waarom ben jij gewoon beter dan Donovan Wisse? Simpelweg, ik ben gewoon iemand die durft risico's te nemen in het gevecht. Dat is simpelweg gewoon waarom ik beter ben dan hem. En waarom ik 4 november de titel mee ga nemen. En waarom ga jij, Donovan, de titel bijhouden? Ik hoef het eigenlijk niet uit te leggen als je mijn laatste gevecht hebt gezien. Dan weet je dat ik er niet kom om te spelen. Ik ben zakelijk, ik ben strak. En dat gaat 4 november ook weer gebeuren. 4 november is de wedstrijd. Je hebt een goede voorbereiding gehad. Waarom heb jij nu samen met jouw trainer Mike Polane alles uitgedacht, alles uitgewerkt om van hem te winnen? Het kon ook de eerste wedstrijd van Glory zijn. Sinds ik heb getekend, wist ik al gewoon van, als ik teken, ik weet dat ik iedereen aan kan en ready ben voor iedereen. Dus het is niet per se gewoon van, oh nu. Sinds ik bij Glory weet ik gewoon van, ik ben ready voor iedereen. Dus het is nu, de tijd is nu. Maar als je me een jaar geleden zou vragen, zou ik het ook precies doen. Donovan, hij is niet bang voor jezelf. Nee man, dat moet hij ook niet zijn toch? Mm-hmm. 4 november staat hij tegenover me. Dan kan hij niet bang zijn. Als hij bang is, heeft hij een probleem. Als hij bang is, heeft hij een probleem. Wat zeg jij daarop? Ik ben niet bang, dus ik denk dat ik geen probleem heb dan. Maar nu praten jullie heel graag nu met mij. Mm-hmm. Waarom zeg ik niet tegen Donovan? Nou, ik ben niet bang. Maar ik denk dat ik bang ben. Toch op Instagram had hij gezegd van als ik niet bang ben, dan moet ik weer komen. Dit, dat, zo. Dus volgens mij was jij diegene die zei... met Remy en met Marinho dat ik bang was. Zo begon het toch? Oké, als het zo begon. Ja, zo begon je moet niet denken als. Broer, ik zou niet accepteren. Mm. Ik zou het niet accepteren als ik niet ziek was. Je weet toch, ik was ziek. Ik heb het uitgesteld en nu doen we het. Maar leg uit, leg uit. Je was ziek. Ja toch? Wat had je? Dingen. Dingen. Ja, toch, voor de mensen thuis. Ik weet het. Ja, je hebt het uitgelegd en je moet weer mee gaan doen. Ja. Ik was ziek, papa. Je was ziek. Ja, mijn bloedwaters waren gedropt. Je weet toch, ik kon moeilijke ademhalen, kortademigheid, opgezwollen gevoel heel de tijd, uitslag voor heel mijn lichaam. Dus het was niet rendabel om dat te doen. We kunnen daar lang of kort over discussiëren. Of die wel of niet ziek was. Ja. Weet je, is goed. Daar kunnen we de hele tijd over discussiëren. Ik ben blij dat je nu wel de wedstrijd hebt aangenomen. Ja, toch. En nu gaan we zien. Toen ook wel. Maar toen heb je afgezegd, toch? Maar ik heb het toch geaccepteerd. Nou ja, heb je het uiteindelijk afgezegd. Dus ja, ik kan nu ook een wedstrijd aannemen en dan zeggen, joh, hey, ik kan niet. Waardoor zal in die wedstrijd, wat zal het verschil uitmaken? Bij mij? Bij mij, ik ben gewoon iemand die risico's durft te nemen in het gevecht. In of andere woorden? Of ik nou voor, achter sta, weet je? Achter sta je staan. In andere woorden, jij neemt geen risico? Nee, dat wil ik maar heren. Ik vind van niet. Nee, ik zeg dat. Ik vind van niet. Als je ziet van, oh, ik sta een beetje voor, dan is het gewoon rustig afwachten, tikken, bla bla bla. Tikken. Bij mij moet je komen. Dat niet. Maak je geen zorgen. Bij mij moet je komen. Als je kijkt naar de mensen die jij verslagen hebt. Ja toch. Serkan. Iedereen. Iedereen behalve van Beirut. Waar staat hij? Hij is jong, je weet toch. Hij komt op, hij is jong, hij is gretig, hongerig. Je weet toch. Dus ik zie hem sowieso als niet een gevaar, maar gewoon als een waardige tegenstander. Hij staat er niet zomaar. En je weet toch, dit is de kans. Hij gaat die willen benutten.
En 4 november, weet je, dat zien we het wel. Maar ik neem hem heel serieus. Elke tegenstander waar ik tegenover sta, neem ik heel serieus. Dus, weet toch, ik onderschat hem sowieso niet. Je weet toch, dat al helemaal niet. En als ik hem zou onderschatten, dan... ja, ik weet niet. Ik weet niet hoe ik mezelf zo, hoe ik dan ermee om zou gaan. Je weet toch? Ik neem hem gewoon serieus. Trainingskamp goed aangepakt. Training gaat goed. Dus ik ben ready, man. In alle wedstrijden die jij gevolgd hebt, wordt dit je grootste uitdaging? Of denk je van, hij is gewoon weer een hobbeltje? Hij is sowieso weer een hobbeltje. Tuurlijk, het brengt extra dingetjes mee. Want ja, ik vecht nu voor de belt. Maar ik zie elk gevecht zo gewoon als een normaal gevecht, weet je. Ik vrees niet voor hem. Mm-hmm. Ik denk niet van, oh, nu heeft hij zo goed tegen Serkan gevochten. Dus ik ben nu super bang. Zeker niet. Hij is gewoon iemand die ook nu in mijn weg staat. En die moet ik gewoon uitruimen. Je hebt iedereen uit de weg geruimd die in je weg stond. Zeker. Waarom is deze uitdaging het grootste? Omdat het natuurlijk voor de belt gaat, dat is het vooral. Het is niet per se omdat het Donovan Wiss is, maar het is gewoon vooral omdat ik nu voor de titel ga. Een jongensdroom die nu voor mij uitkomt. Maar de persoon die de belt heeft, dat maakt mij helemaal niet uit. Donovan, je zit in zijn droom. Ja. Je bent het probleem in zijn droom. Ja, maar ik ben een dreamchaser, dus ik ga die van mij wel achterna. Dus maak je geen zorgen. En wat is op dit moment jouw droom? Want je bent al kampioen. Maar nee, mijn droom is sowieso, ik ga winnen 4 november. Dat is geen droom, dat is een feit. Mm-hmm. Ik blijf kampioen, dat is ook een feit. Dus, we gaan het allemaal zien die dag, ja, bro. Toch. Kan jij aan mij vertellen, Michael, waarom op die dag jij met je handen omhoog staat na de wedstrijd en hij niet? Omdat ik iemand ben die risico's durft te nemen in een gevecht. Ik zou elke ronde komen. Elke ronde. Niet wanneer ik pijn heb of denk, weet je, fuck it. Als hij van mij moet winnen, gaat hij fucking diep moeten gaan. En dat heeft hij nog nooit gedaan. Hij gaat fucking diep moeten gaan om van mij te winnen. Nee. Weet je, en hij zegt dat hij mij niet onderschat. Maar als je kijkt naar zijn Instagram post van, hij gaat me demolishen. Hij gaat me kapot zegt, slaan. Toch? Je moet 500 in hel nemen. Ja, je moet reageren toch? Je moet diep. Je moet, dus je heb je het gezegd? Omdat ik het heb gezegd? Of? Maar dat is gewoon een feit, broer. Dat is een feit, papa. Precies, dus jij zegt tegen mij, als je zegt dat je iemand gaat demolishen, dat betekent dat je diegene gewoon... Dan zie je hem als een pannenkoek. 4 november ga je sok. Dan zie je hem als een pannenkoek. 4 november ga je sok te zien. Maar meemaken. Als je daarop ingaat wat hij zegt. Wat? Hij zegt van, je zegt op je Instagram dat je hem helemaal kapot gaat maken, demolishen. Gaat dat die dag ook gebeuren? Dus ronde 1 tot en met 5. Je hebt gezien toch, papa? Ik heb wel gezien bij Serkan. Ik ben geen Serkan. Dat is het verschil. En dat is wat heel veel mensen ook, zeg maar, ze maken die onderscheid. Ze denken, hij heeft het goed tegen Serkan gedaan. Je vecht niet aan Serkan. Serkan heeft één ding gedaan. Je zegt net tegen hem. Je gaat hetzelfde zien die dag. Dat bedoel ik. Je zegt net tegen hem, hij heeft het gezien. Iedereen gaat hetzelfde zien. Maar hij heeft niet gezien hoe je tegen mij hebt gevochten. Je gaat het zien, papa. Je gaat het zien. Wat ga ik zien? Je gaat zien wat ik met je ga doen. Klaar. Wat ga je met me doen? Kom verder naar de tweede ronde. Ja, sowieso. Als dat moet gebeuren, kijk. Als hij nog wel komt, dan komt hij. Je weet toch? Ja. Ik ga het niet forceren. Ik ga niet... Hoe moet ik het zeggen? Broer, het is een gevecht. Ja. Je weet toch? Ja. Eerste ronde heeft hij zijn plan. Tweede ronde heeft hij zijn plan. Derde ronde heeft zijn plan. Je weet toch? Ik heb ook mijn plannen. Ja. Ik weet ook wat ik ga doen. Als de plan als ronde 1 niet werkt, dan moet hij naar zijn andere plan gaan. Die dan moet hij schakelen. Ja. Je gaat niet kunnen schakelen. Ik als hij schakelt naar 2, ga ik naar 3, je weet toch? Dus... Wat zijn zijn zwaktes? Dat ga je 4 november zien. Wat vind je van zijn zwaktes? Ik neem geen risico's. Ik neem geen risico's. Ik neem geen risico's. Ik weet het al. En als je voor mij wil winnen, moet je risico's nemen. Simpelweg. Maak je geen zorgen, papa. Ja, toch. Waardoor zal ik verbaasd zijn? Want ik ben niet gauw verbaasd over hoe de wedstrijd zal verlopen. Maar als één van die twee mij gaat verbazen, waar moet het hem in zitten? Het gaat een super zware gevecht voor hem zijn, voor mij zeker ook. Maar daar train ik ook hard voor, weet je? En of hij het nou nu niet zegt omdat ik tegenover hem sta, ik weet dat ze me allemaal onderschatten. Ik weet dat hij me ook onderschat. Bro, anders zou je dat soort dingen niet zeggen op Instagram. Ja, je hebt dat nog nooit eerder gezegd over iemand anders, maar waarom opeens tegen mij? Sterker zei ik ook, hoor. Tegen Serkan zei ik, kom op, papa. Volgens mij zei je van, het wordt een... Volgens mij zei je,
in die laatste... Het was drie weken voor het gevecht. Er is geen hype, geen spanning. We zijn bezig af te vallen, we zijn bezig te trainen. Maar dan heb je het wel gezegd. Wat gezegd? Dan heb je niet tegen hem gezegd van... ja, ik ga je kapot slaan. Maar Serge komt met excuses daarna, toch? Ja, wat zei je in die andere crossfire? Dat was ervoor, maar ik zeg... Toen je met Serkan was bij die crossfire, toen heb je gewoon, zei jullie van ja, het wordt een mooie partij, bla bla. Maar bij mij. Maar als iemand me niet uitdagt om nu is het. Als je reageert, dan ga ik toch reageren. Nu is het 6 weken van tevoren en dan zeg je al dat je mij kapot gaat slaan. Wat heb je gezegd dat je reageert? Wat heb ik gezegd? Ik heb gezegd dat jij bang was omdat je het af hebt gezegd. Ik heb nog nooit gezegd dat ik jou ga demolishen. Heren. Als we zo gaan praten van ik heb gezegd. Ik blijf met wat ik heb gezegd. Ja. Ik ook. Jij gaat hem verrassen. Klaar. Simpelweg iedereen. Ik zou je eerlijk zeggen, ik was verrast over het niveau op de dag toen Donovan tegen Serkan vocht. Hmm. Iedereen. Ik weet hoe jij vecht. En ik wil ook verrast zijn dat jij van hem... gaat winnen. Dat gaat zeker ook gebeuren. En hoe zeker. Gaan we dat zien? Het gaat een super mooie gevecht worden. En ik ga elke ronde komen. Zeker weten. Elke ronde. En ik wil dat jij me weer vraagt. Wat gaan we zien? Als het niet als Serkan is, is het meerdere Serkan. Weet je toch? Dus ik weet toch, met erin en mede hard voor wordt een mooie partij. Dat 100%. Je weet toch? Ik weet dat hij gaat komen. Elke ronde. Dat zie je in elk gevecht van hem. Hij neemt zijn risico's. Hij staat misschien even achter. Hij komt met een gesprongen knie. Hij komt met een paar shots gelijk weer, je weet wel, dus voor al die dingen ben ik al voorbereid. Wat zijn gameplan zal zijn die dag? Zie ik die dag zelf in de ring, je weet toch? Dus voor nu ben ik ready voor 4 november en ik zal iedereen verrassen weer. Als jij nog wat tegen je fans zou zeggen, waardoor zij zeggen van... ja, hier ga ik naar kijken. Wat zou jij zeggen? Ik zou simpel gewoon wegzeggen, ik ga precies hetzelfde doen als ik elke wedstrijd doe. Ik kom naar voren en ik ga echt alles geven in die ring. En als ik dat doe, wordt het sowieso een mooie partij. Of Wisse blijft staan, of Wisse met me mee kan, dan gaan we die dag meemaken. Maar ik ga zeker komen, 100%. En jij, Donovan, als jij al jouw fans nu aan zou spreken en zou zeggen van, hey, die dag moet je komen kijken, wat zou jij zeggen? Als jullie weten wat jullie van me kunnen verwachten. Ik breng spektakel, ik breng mooie combinaties, mooie series. WAPS'ige... Het is een goede tegenstander om al die dingen uit te proberen en te doen. Je weet toch, hij zegt hij gaat komen en ik zal op hem wachten. Dus kom jullie kijken, doen jullie video land, weet ik veel wat jullie willen doen. Maar het wordt een spektakel. Laatste vraag. Stel, Boa Peja, stel je verliest. Kom niet in me op, het is geen stel. Dus ik kan helaas niet die antwoord beantwoorden, man. En jij, Donovan, stel je verliest, want dan ben je titel kwijt. Je stelt maar rare vragen op dit moment. Stel maar raar, dat zit er absoluut niet in. Nee toch? Dat zit er absoluut niet in dat jij verliest. Dat zit er absoluut niet in dat jij verliest. No way. Allebei de heren, heel veel zelfvertrouwen merk ik hier aan tafel. Ik ga jullie bedanken voor het kijken. En ga jullie ook bedanken voor de aandacht voor Warrior Clash. Tot de volgende. Heren, heel veel succes op die dag. Heel veel succes. Ik ben erbij. En jullie weten hoe ik ben. Ik ben altijd heel kritisch. Ik ben altijd ben ik de eerste die zal zeggen als het goed is. Maar ik ben ook de eerste die zal zeggen dat het er niet uitziet. Succes allebei. Komt goed, boos. Ja,